Joost, ja, we did it. Het is we zijn 1 jaar. Jij 21 bestaat 1 jaar. De kiezers wachten al zo lang op een redelijk rechtsgeluid. Ik ben Joost Eerdmans. En ik ben Annabel Naninga. We denken dat de VVD te links is en PVV en FVD te extreem. Dus mensen die denken, ja, we willen een rechtse stem geven aan een normale, realistische partij. Dan kom je uit bij Eerdmans en Naninga. We gaan naar een andere partij die het buitengewoon goed heeft gedaan zelfs. In de exit poll. Ja 21, van 0 naar 3 zetels. We komen uit het niets eigenlijk binnen met 3. Het is meer dan geweldig. De partij bestaat 4 maanden. En we hebben in die tijd die hele partij uit de grond gestampt. 3 zetels gehaald. Ik heb dat deels vanuit mijn kraambed gedaan. De dus kleinere partijen die met de informateur Remkes aan tafel zitten. Eigenlijk net zoals in het begin. Nou, Joost Eerdmans van Ja 21 is een van de fractievoorzitters die aanschrijft. Ja 21 wil zeker op het belangrijkste thema voor ons, asielmigratie, wel een deal sluiten. Met een rechtsmeerderheid in de Tweede Kamer. Onderwijs en kennis op hoog niveau die van levensbelang zijn voor de toekomst van dit land, kunnen niet zonder geld. Dan blijft er voor Ja 21 een heel belangrijk alternatief over. Als wij het einde van fossiel in zicht hebben, dat is kernenergie, atoomenergie. Dit is dus het kernafval van deze hele centrale in 1 jaar. Dit is de toekomst van Nederland. En wat jaar 21 betreft kunnen we regelrecht van een wooncrisis spreken. Bevindt u niet dat u de landbouwsector een morele kaakslag toedient? Nu we steeds vaker zien dat illegale migratie als wapen wordt ingezet om onze samenleving te ontwrichten, is het hoog tijd om dit vluchtelingenverdrag te herzien. Migratie moeten we gaan beperken. Dat vindt overigens 3/4 van de bevolking. Bijna 65% wil het gebeurt steeds maar niet. En het gebeurt gewoon niet. Iedereen die in het ziekenhuis, maar in de buurt van de IC gewerkt heeft, die weet hoe erg het daar is met werkdruk. Die kent de verhalen van de opnamestops. Van de patiënten die midden in de nacht met alle toeters en bellen naar een ander ziekenhuis gereden moeten worden. Dit is een probleem dat al heel lang bestaat. Ja 21 is voorstander van zoveel mogelijk lastenverlichting voor burgers. De Ja 21 provincietour, de derde halte. Alweer. Let op, we zijn linksaf de zon ingereden en we gaan rechtsaf weer uit. Dankjewel. Yeah! Gefeliciteerd. Proost. Oké. Je bent best wel gelijktijdig.